van de prachtige dingen aan Indiase dans zijn de kleurige kostuums, sprankelende sieraden en sprekende make-up. Iedere dansstijl heeft weer zijn eigen soort kostuum en de bijbehorende sieraden om zo de dans nog beter naar voren te brengen. De kostuums zijn afgeleid van de sari, die ook op verschillende manieren gedragen kan worden. In de Kathak bestaat het kostuum juist uit een ghagra choli met een wijde onderkant. Hierdoor wordt het de draaien mooi zichtbaar. Het kostuum bestaat verder uit een kleine waaier om de danspositie te benadrukken en een drapering over de blouse. De sieraden nemen een belangrijke plaats in de aankleding, omdat sieraden veel voorspoed met zich zouden meebrengen. In de Bharatanatyam draagt de danseres ook een sieraad op haar voorhoofd en een maan en een ster, de ornamenten die de ogen van Shiva representeren, want Shiva is de god van de dans. Ook in de Kathak draagt de danseres een hoofdsieraad, maar vaak veel subtieler. De Odissi-dansers dragen een sierlijke kroon op het hoofd ter representatie van de hoofdchakra. Het haar wordt ingevlochten en onderaan de vlecht versierd met een kundalam. Dit zijn drie katoenen bolletjes. Er worden altijd mooie bloemen in het haar gestoken. De bellen rond de enkels zijn in alle vormen erg belangrijk. In de Bharatanatyam heten ze salange en in de Kathak gungurus. Alle Indiase dansers versieren zichzelf met een rode stip op het voorhoofd en ze geven veel aandacht aan de make-up rond hun ogen. De ogen worden groot opgemaakt om de bewegingen te benadrukken. Goed of fout? De Indiase dansstijlen zijn per definitie heel anders dan de Westerse dansstijlen. Fout! Natuurlijk zijn het twee verschillende dansstijlen uit twee verschillende werelddelen, maar er zijn ook veel overeenkomsten, zoals de eerste politie. Maar er zijn ook veel overeenkomsten, zoals de eerste positie in ballet en de aremandi in de Bharatanatyam.